Good morning. Good morning. Ik heb net een Zumba lesje gedaan. Het was echt mega chill. Ik werd lekker gedoucht, mijn haar is nog een beetje nat. Opgemaakt. Ik voel me helemaal ready om de dag te beginnen. Het is al 1 uur, maar maakt niet uit. Ik heb het gevoel dat mijn dag soort van opnieuw begint. En ik heb nieuwe schoenen. Ik ben echt zo blij. Ik wilde heel graag nieuwe schoenen. En ik heb deze voor mijn verjaardag gekregen van een paar vrienden van mij. En ach, ik vind ze zo cool. Wacht, even goed laten zien. Kijk hoe nice. I love them. Het is van dit merk. In Rotterdam heb je dus echt een super leuk winkeltje. Het heet Nishi Markt. En het is dus, volgens mij is het een Japanse winkel. Ik weet het niet zeker. Volgens mij wel. Maar het is zo cute ingedeeld. Ik zal hier wel een paar foto's doen. En ik zag deze. Ik vond ze echt te leuk. En toen hadden ze me verrast. Met deze shoes. Ik vind het zo cool dat ze zeg maar echt zo'n groot plateau hebben. En ze zijn best wel chunky. En ik heb ook nieuwe oorbellen en een ring. Die wil ik ook nog even laten zien. Kijk hoe cute. En deze ring. Deze zijn allebei van Ana Luisa. Beautiful things. Ik vind het zo leuk om de pakketjes van Ana Luisa binnen te krijgen. Ik ben dit jaar ook ambassadrice voor Ana Luisa. En ik ben echt mega blij met hun sieraden. Ze zijn heel erg bezig met duurzaamheid. Mooi. Echt heel mooi. Ik moet trouwens echt mijn nagels gaan doen. Ze zijn een beetje uitgegroeid. En super leuk, want ik mag 10% korting weggeven met de code ROMANE10. Hieronder vind je het linkje in de beschrijving en de kortingscode. Dus dat is 10% korting. Voor jou. En voor jou. Mijn mini shoplog. Dat is niet heel veel. Nee. Oh. Voor een druk? Wat een mooie kleur. Oh. Okay. Do you see what I see? Ik zie vlekjes. Oh. Is hij wel iets te groot, hè? Jawel, maar hij is echt leuk wel. Schouder is niet, begint niet te laag, zeg maar. Want jij hebt ook wel eens iets aangehad dat je schouder hier zat. Ja, klopt. Want dit is wel een XL volgens mij. Het is echt een vibe. Het is een vibe, maar... Eén maatje kleiner was misschien alweer richting perfect. Ja, de kwaliteit is echt heel mooi. Ik weet niet of je het echt kunt zien. Sorry voor de vieze spiegel. Ik heb net een ander blauw blouse gevonden. En het is meer zeg maar, een soort linnen. Dus echt wel heel nice. En deze is veel minder groot. Hier zie je het. En dan met zo'n jean. Helemaal leuk. Amazing day. Ja, ik vind het leuk. Wat vind je van als een man dit aan heeft? Het is misschien net te preppy. Kijk, ik denk dat het net de country vibes is. Ja. Maar dat komt door de... Ja, nee. Ja, nee, gewoon klaar. Net niet, nee. Ik zou hem niet nemen, maar 10 euro de broek. Ik vind hem wel €10. Hij is op zich wel cute. I love this, maar ik weet niet of ik de vorm... Ik heb dit nog nooit bij jou gezien, zo'n ding, nee. Ja, maar het is net niet of zo, hè? Nee, en dan ga je hem niet dragen, zeg maar. Precies. Nee. Leuk geprobeerd. Leuk geprobeerd. Ik zei dat tegen mijn camera, maar ik film helemaal niet. Ik zei zo, leuk geprobeerd. Ja, en ik kijk, we doen hem uit. Het was ook niet. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hi, hi, mate. Ja, nee. Het is zo lekker weer. Ja. Het nadeel van 3 tassen is dat je dan je spullen doet in allemaal tassen. En dat je denkt, ik zou mijn spullen... Op de beat van de... Oh, trouwens, ik heb hem niet gefilmd. Oh ja. Ik heb net deze ringen gekocht. En deze. Mijn middelvinger. Kijk.
Kijk hoe mooi. Ze waren 3 voor €10. Oh, lekker groot. Ja, het is lekker groot. Maar kijk, hij heeft hier vlek. Dus die zijkanten zijn, hè? Oh, hij is net... Hij had net iets korter moeten. Zeg maar... Zo. Ja. Ja, die lengte snap ik beter, ja. Ja, 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 ja. Draai, man. Gaan we trouwen? Oh. Oh my god, trouwens even een huisupdate. Ik had een samenwerking met Xenos en daarin mocht ik een plantenhoek creëren. Ik zal het linkje van die video hieronder even in de beschrijving zetten. Hier is mijn bureau. En hier heb ik dus nu een plankje. Ik ben er echt mega, mega blij mee. Het is echt een beetje de missing piece tegen de wand aan. Dit is nu de muur. En ik had dus al deze poster hier. Tada! De plantenhoek. Ik vind het echt zo cute. Staan allemaal samen. Hier stond eerst mijn woonkamerlamp. Die staat nu in de andere hoek. En nu is dit het plantenhoekje geworden. Deze plant is nep. En die plant is ook nep. Ik vind het echt mega mooi zo. Dus ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Aan deze kant bij de tv staat nu de lamp. Met mijn palmplantje. De lamp komt nu ook echt tot zijn waarde, zeg maar. Want in die andere hoek zag je hem gewoon niet zo goed. Dus dit is wel heel erg nice. By the way, ik was vorige week jarig. En dit was een van mijn cadeaus die ik had gekregen. Deze had ik van Lynette gekregen. Your Inner Glow notitieboekje. En ja, ik werd er echt een beetje emotioneel van. Ik vond het echt zo cool eruit zien. Dit is dus ook mijn logo. En zij heeft dus zelf nog deze quote eronder gezet van... I will let my inspirational and powerful mind flow. I love it so much. En dit is dan een notitieboekje. Ik durf er gewoon niet in te schrijven. Omdat ik het zo mooi vind. Dit zou ik gewoon in de winkel kopen, zeg maar. Dus ik was echt een beetje... Ja, ik was een beetje emotioneel of zo. Dat het echt gewoon zo erop stond. En ja, ik was echt heel erg blij mee. Kijk hoe mooi de zonsondergang. Ik vind dus de laatste tijd heel erg fijn om mijn stoel daar te zetten. Normaal gesproken staat hij hier in de hoek. Alleen omdat ik geen balkon heb, heb ik nu toch het gevoel alsof ik dan een balkon heb. Dus dan doe ik het raam... helemaal open en deze ook helemaal open. En let me show you. Dan heb ik hier mijn journal, mijn AirPods voor muziek. En dan heb ik hier wat snackies. Dit is echt mijn favoriete tapenade. Kaarsje erbij ga ik zo aansteken. Dan heb ik zo mijn hoekje en dan mijn Jingo. Hey Jingo! Ach. So pretty. Is, maar vandaag is zo geen productieve dag. Ik heb deze immense to-do-lijst. Vandaag lukt het gewoon niet. Het lukt gewoon niet. En aan het begin van deze dag was ik best wel een beetje down. Een beetje geïrriteerd dat het allemaal niet echt lukte. En dat ik zeg maar een hele to-do-list had. En dus totaal niks. Er kwam gewoon niks uit me. Gewoon nothing. Maar toen realiseerde ik me ook echt van... Als je vandaag niet productief bent of niet hebt gedaan wat je wilde, dan is dat ook oké. Het heeft geen zin om te blijven malen en jezelf te blijven pushen en judgen eigenlijk dat het niet lukt. Zelfs het filmen wil niet lukken. Ik word de hele tijd gestoord. Auto's, mijn hond die een soort crisis heeft, ik weet niet wat hij heeft. Nou goed, dat maakt er gewoon niet uit. Let it go. Let it go. Anyways, het is oké als het als je hebt gedaan wat je hebt gedaan vandaag. En als dat het enige is wat je kon doen, dan is dat ook oké. Morgen weer een nieuwe dag.
En anders die dag daarna weer een nieuwe dag. Ik, weet je, ik maak er gewoon het beste van. Zoals dit soort momentjes voor mezelf creëren, vond ik echt mega fijn. Dat maakt mijn dag ook wel echt, zeg maar, goed. Dat ik hier met mijn theetje zit en met een kaarsje en mijn journal. Misschien ga ik nog wat lezen. Het is echt wel bijzonder, want eigenlijk heb ik dit altijd na mijn verjaardag. Ik weet niet wat het is. Het is een soort dip of zo. Ja, niks gaat echt soepel. Ik zit ook niet goed in mijn energie. Mijn hoofd is niet hetzelfde als mijn gevoel. Dus even de reminder, het is oké om niet productief te zijn. Het enige wat ik vandaag heb gedaan is de was thee gedronken, gejournald. Het scheelde zo erg voordat die duif tegen het raam aan knalde. Ik heb mijn huis een beetje opgeruimd. That's it. En nu wat extra me-tijd. Oké, ik was gisteren samen met Lynette in het park en ineens zei zij, ik weet het even meer, volgens mij zei zij van, ik wil mijn haar lang laten groeien. En toen zei ik van, ja, ik wil echt nooit mijn haar kort. Want ik vind het gewoon mooi, mijn lange haar en eigenlijk heb ik het altijd gedaan. Ik heb eigenlijk nooit echt kort haar gehad. En vanochtend dacht ik van, wat als ik mijn haar knip? Dit is op dit moment mijn haar. De laatste tijd is mijn haar best wel veel uitgevallen. Ik denk omdat ik qua voeding ging het even niet zo goed. Qua water drinken ging het niet zo goed. Ik sport minder. Ik heb vaker tekort van B12 gehad. En ik denk dat ik dat nu een beetje weer heb. Dus ik ga echt alles omgooien. Ik ga weer 3 keer in de week sporten. Ik ga meer water drinken. Veel gezonder eten. Daar ben ik al best wel goed bezig qua gezond eten. Alleen ik kan nog wel een beetje beter. Mijn haar is ook best wel een beetje dood. To be heel honest with you. Dan zou het soort van zo. Wacht. Ja, dan wel natuurlijk. Ja, dit klopt natuurlijk niet helemaal. Want dat zijn dan krulletjes. Maar nu is het soort van echt zo. En dan dit. Oké, dan wordt het ongeveer dit. I don't know. Nee, dit is wel echt heel kort, hè? Nee. Ik ga dit terugkijken en ga ik denken, nee. Ik vind het met krullen, dat is toch wel lastiger dan met stijl haar. Want dan, het is een soort van, ja. Ik weet het niet. Ik vind, I don't know. Let me know wat jullie ervan vinden. Ik hoor het graag. En nu ga ik verder koken, want mijn zalm bakt aan, volgens mij. Ja. Ja. Ja, oké. Deze is helemaal moe. Je bent moe, hè? Oh, je bent moe, hè? Oh, liefje. Nou, kan ik weer mijn handen wassen. Dit was het einde van de video. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet ook zeker niet de kortingscode voor Ana Luisa. 10% korting met Roane 10. Laat vooral weten in de reacties wat je van deze video vond. Ik vind het altijd zo ontzettend leuk om jullie reacties te lezen. Dus feel free. En ik zie jullie in een nieuwe video. Bye!